Priemgetallen zijn getallen die precies twee delers hebben, namelijk 1 en het getal zelf. Maar deze getallen verbergen nog veel meer geheimen. Om te beginnen, hoe vind je nou priemgetallen? Voor kleine priemgetallen is de zeef van Eratosthenes een mooi hulpmiddel. Dit is een schema met alle getallen tot een bepaald punt. 1 is geen priemgetal, dus die strepen we door. 2 laten we staan, en is dus een priemgetal, maar vervolgens strepen we alle veelvouden van 2 door. Dan laten we 3 staan en strepen we alle veelvouden van 3 door. Zo gaan we door tot er niets meer weg te strepen valt. Alle getallen die over zijn, dat zijn de priemgetallen. De zeef van Eratosthenes werkt prima voor kleine priemgetallen. Maar hoe groter de priemgetallen worden, des te minder priemgetallen gaan we vinden. Voor grotere priemgetallen werkt dit dus niet zo heel goed. Daarvoor zijn we overgeleverd aan de rekenkracht van computers. Die proberen heel veel delers van een getal uit om te controleren of het een priemgetal is of niet. Het grootst bekende priemgetal op dit moment heeft ruim 22 miljoen cijfers. Je kan je dus voorstellen dat het narekenen wel even duurt. Misschien weet je al dat er oneindig veel getallen zijn. Maar hoeveel priemgetallen zijn er dan? Dat zijn er ook oneindig veel. Een Griekse wiskundige, Euclides, heeft al zo'n 2.500 jaar geleden dit bewezen. Hij deed dit ongeveer op de volgende manier. Stel, we hebben een lijst met priemgetallen. Dus priemgetal 1, priemgetal 2, priemgetal 3 en zo door tot priemgetal n. En we zeggen dat deze lijst een complete lijst is van alle priemgetallen die er bestaan. Nu kunnen we een nieuw getal maken. Dit doen we door alle priemgetallen in onze lijst keer elkaar te doen en er dan 1 bij op te tellen. Er zijn nu 2 mogelijkheden. Of ons nieuwe getal is een priemgetal. Dan was onze lijst dus niet compleet. Of ons nieuwe getal is geen priemgetal. Omdat we ieder getal, wat geen priemgetal is, kunnen schrijven als een vermenigvuldiging van 2 of meer priemgetallen, kunnen we zeggen dat er dus een priemgetal nog niet in onze lijst heeft gestaan. En onze lijst is dus niet compleet. Omdat onze lijst in allebei de gevallen niet compleet is, en we deze stappen oneindig vaak kunnen herhalen, zijn er dus oneindig veel priemgetallen. Vroeger dachten wiskundigen dat priemgetallen de puurste en ultieme vorm van wiskunde waren. Priemgetallen hadden namelijk geen enkel praktisch nut. Maar toen kwam het internet. Priemgetallen worden namelijk gebruikt bij het beveiligen van gegevens. Bijvoorbeeld als je wilt internetbankieren. Maar ook WhatsApp is tegenwoordig helemaal beveiligd. Simpel uitgelegd gaat dat als volgt. Als je informatie naar de bank stuurt, wil je natuurlijk dat alleen de bank en jij dat kunnen zien. Daarom stuurt de bank je een hangslot in de vorm van een getal van 617 cijfers. Dit getal is gemaakt door 2 hele grote priemgetallen te vermenigvuldigen. Als iemand je gegevens onderweg naar de bank zou onderscheppen, dan kunnen ze het alleen maar lezen door te weten welke twee priemgetallen de bank gebruik heeft om je gegevens op slot te doen. Natuurlijk zouden ze een goede computer kunnen gebruiken om dit uit te kunnen rekenen. Met een goede computer, zoals je die misschien thuis wel hebt, zou dat 6 kwadriljoen jaar, een 6 met 15 nullen, duren voordat dat slot gekraakt is. De bank weet natuurlijk wel wat de 2 getallen zijn en kan het slot veilig van je bericht halen. Dit alles is slechts een klein stukje van alles wat je over priemgetallen zou kunnen leren. Laat ons vooral weten wat je van dit verdiepende onderwerp vond en waar je misschien nog wel meer over zou willen weten. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.